Ik realiseer me dat de zon gaat schijnen als ik begin te spreken. Dit zei de directeur van Assyria, Steven Smit, gisteren bij de aanvang van de bouw van Hermitage High Rise, een nieuw kantorencomplex van Assyria. Smit zei dit nadat de zon gistermiddag doorbrak na een zware regenbui. De bouw startte officieel middels het heien van de eerste paal op het achterterrein van het accountantskantoor BDO aan de Jagannath Lakshmanstraat. Dit terrein is gekocht door Assyria. Smit bedankte de verschillende partners die in samenwerking zijn aangegaan met de verzekeringsmaatschappij, in het bijzonder het bedrijf Firm, dat als prijswinnaar uit de bus is gekomen voor het ontwerp van het kantorencomplex. We hadden heel mooie ideeën. Het was een droom eigenlijk. We hadden hier een geweldig centrum van maken met zwembad, restaurant, winkels, appartementen. Maar zoals het een goed gerund bedrijf betaamt, dan had je gelegen studie maken, marktstudie. Dat hebben we ook gedaan en daaruit kwam dat het niet zo feasible zou zijn om al die mooie dingen te doen. We hebben goed contact gehad natuurlijk met onze raad van commissarissen. En gezamenlijk zijn we tot de conclusie gekomen om dat bescheidener te doen. Bescheidener, maar toch wel indrukwekkend. Het wordt dus een kantorencomplex met een paar winkels. In die zin niet voor het grote publiek, maar die diensten leveren aan het publiek. Maar voornamelijk kantoor. Na de toespraak van directeur Smit vond de ondertekening plaats van de bouwovereenkomst tussen Assyria en de aannemer. Daarna is de billboard onthuld waarop het ontwerp van het nieuwe kantorencomplex Hermitage High Rise te zien is. Intussen heeft Steven Smit, die 1 juli met pensioen gaat, afscheid genomen van Assyria. Een van de nieuwe directeuren, Armand Gijbersien, zei dat het heien van de eerste paal een fantastisch moment is voor dit grote project. De eerste mijlpaal, de heipaal in de grond geslagen. Dat is van een fantastisch mooi project. En zoals de heer Smit zei, een project waar veel voorbereidingen vooraf gegaan is, veel discussie, keuzes die gemaakt moeten worden. En ik denk dat wij er trots op mogen zijn dat we vandaag een echte start hebben kunnen maken met onze nieuwe huisvesting. En een huisvesting waar in mijn bescheiden optiek straks over 2 jaar Suriname bijzonder trots op mag zijn. En ik denk ook de buurtbewoners. Ik vraag dus aan de buurtbewoners een beetje geduld, een beetje verdraagzaamheid, zodat wij over 2 jaar samen kunnen zeggen, dit is wat Suriname nodig heeft. Guts om te groeien en zaken neer te zetten die we echt nodig hebben. Ik wil daarom een toast uitbrengen op een voortvarendheid van de bouw. Vooral ook zonder incidenten. En dat de bouw straks over 18 maanden, rekenen uit op een uitloop van misschien 10 dagen, 15 dagen. Armand Gijbersien. Hij bracht een toast uit op het succesvol uitvoeren van het project. Hij hoopt na 18 maanden weer een toast uit te brengen wanneer het complex wordt opgeleverd. Naast de gasten en medewerkers waren ook de bewoners van Huize Asiana uitgenodigd. De directeur vond dit nodig omdat ze de naaste buren zijn.